Nou, wij aan de andere kant van het veld, daar heeft u onze oude accommodatie gezien. U kon ook zien dat die behoorlijk rammelde en erg uit de tijd was. Alles ging kapot. Dus het werd voor onze club om de stap naar de volgende fase te kunnen zetten. Tijd voor een onderkomen wat bij ons past. Een van onze leden, Freddy Bussink, die vond op internet in Neerkant, ergens in Brabant, een vriescel. Zijn een aantal van ons met de eigenaar gaan praten en hebben gezegd van wij zijn toch wel een arme club met arme mensen en kunt u ons ook niet helpen. En toen hebben we voor een heel redelijk bedrag hebben we die vriescel kunnen kopen. Toen zijn we ook met de gemeente in de slag gegaan, want we moesten natuurlijk een bouwvergunning hebben. En omdat we eigenlijk heel graag midden op het veld met ons clubhuis wilden, moesten we ook een bestemmingsplanherziening doorgaan. Nou, dat... Ik zal niet zeggen zonder slag of stoot, maar na heel lang overleggen. Uiteindelijk hebben we vergunning gekregen voor het bouwwerk wat we gingen plaatsen. Maar moesten we wel geld creëren om te kunnen bouwen. En een van de acties, van de vele acties moet ik zeggen, die we hebben uitgehaald, is deze tegelactie. En de tegelactie die hield in, je kon voor 25 euro een tegeltje kopen. En de opbrengsten daarvan kwamen minus de aanmaak van het tegeltje, en dat was niet zoveel, ten goede aan dit clubhuis. En met die actie hebben we bijna 15.000 euro opgehaald. En dat was toch wel een hele grote steun in de goede richting. Ja, eigenlijk doordat alle leden gigantisch hard hebben gewerkt, is dit tot stand gekomen. En daarnaast zeg maar, hebben we het natuurlijk over heel veel mensen met een heel groot hart voor deze vereniging. En die hebben echt allemaal vijf jaar lang gigantisch veel tijd in deze vereniging gestopt. Het resultaat mag er zijn. En dat doet aan de kant van het stadhuis en aan de kant van de gemeente niks af aan de enorme trots die wij voelen voor deze fantastische vereniging die hier aan de rand van de gemeente, maar uiteindelijk al midden in de stad leeft en bruist. Kerspersen echtpaar, Van der Rijst, Tante Ricky, het clubhuis van Oven. Ik zeg, gruwelijk. De Almeloze Ruitenvereniging De Gravenruiters bestaat 45 jaar en is eigenlijk uniek in zijn soort. Dit komt voornamelijk vanwege het zogenaamde heufbedrijden. Binnenkort staat er ook een collecte georganiseerd door De Gravenruiters. Wat we net hebben gezien is hoe mensen met een meervoudige handicap op het heufbed worden getakeld. En op het huifbed kunnen liggen en daar kunnen genieten van de beweging op twee paardenruggen. Ook de warmte van die paarden stimuleert onze deelnemers erg. En daar hebben ze ook heel veel voordelen van. Want we hebben bijvoorbeeld mensen die last hebben van obstipatieklachten. En als zij op het huifbed hebben gereden, dan hebben ze daar dus een aantal dagen geen last meer van. Of hebben ze ook minder medicatie daarvoor nodig. Als ze op het huifbed liggen, dan merk je gewoon dat ze dat heel erg fijn vinden. Als je kijkt dat ze een lach op hun gezicht krijgen. En dat geeft echt een blijk van waardering van waar wij het allemaal voor doen met onze vrijwilligers. En goed, dat laat ook zien dat de mensen dat enorm van kunnen genieten van ons huifbedrijden. Jullie gaan binnenkort collecteren, want wat jullie doen kost een heleboel geld. Ja, wat wij doen kost inderdaad geld. Zoals hier zitten we nu op een externe locatie die we moeten huren voor dit huifbedrijden. Maar ook de verzorging van de paarden en het onderhoud van het huifbed, dat kost inderdaad heel veel geld. En wij willen de kosten voor de deelnemers ook zo laag mogelijk houden.
zorgen dat zoveel mogelijk mensen kunnen profiteren van wat wij doen. Dan vast, dan klaar, je
Dank u wel. Dit kunstwerk van Hans Petri uit 1968 markeert de entree van het voormalig belastingkantoor. Het wordt ook wel Jan Gat in de Hand genoemd in de volksmond. Take.